Het is september 2010. Daar loop ik door het indrukwekkende Hiroshima-museum. Japan staat al jarenlang bovenaan op onze vakantielijst. Maar we kunnen maar 2 weken gaan en Japan is best een prijzig land en ja, we blijven toch Hollanders. Maar na mijn uitzending in Afghanistan besluit ik dat we gewoon gaan. De hoge kosten of maar 2 weken maakt me niets meer uit. Ik heb gezien en ervaren dat het leven zo voorbij kan zijn. We moeten nu van het leven genieten. En een uitzending zet mij weer even met beide benen op de grond. In het museum kijk ik naar de daar geplaatste foto's, kleding en delen van overgebleven gebouwen. En valt mijn oog op een zilveren horloge. Dat is tot stilstand gekomen op het exacte moment dat de atoombom Hiroshima met de grond gelijk maakte. 6 augustus 1945, 8:15. Het brengt mij razendsnel terug. Terug naar de operatiekamer in Kandahar, Afghanistan. En daar sta ik met een horloge in mijn handen. Het zwarte horloge van militair Mike. Een jonge Amerikaanse soldaat die zojuist onder onze handen is overleden op de operatietafel. Zijn beide benen tot ver boven de knie weggeblazen door de explosie. Ook zijn horloge stond stil. 4:15. Het exacte moment dat een bermbom in Afghanistan zijn lot bepaalde. 17 april 2010. En als u denkt dat die dag daarmee voorbij was, dan heeft u het mis. Na deze heftige dienst krijg ik later deze avond het bericht dat er in Oeroeskan 2 Nederlandse mariniers zijn overleden en 1 zwaar gewond is geraakt nadat ze op een bermbom zijn gereden. Ik kende geen van hen persoonlijk, maar het raakte me diep. Het zijn de spreekwoordelijke druppels die mijn emmer doen overlopen. Natuurlijk wist ik dat ik in Afghanistan geen pleisters ging plakken. Ik heb nog zoveel foto's gezien ter voorbereiding van de meest verschrikkelijke verwondingen. Maar het moment dat de eerste patiënt naar binnen wordt gereden, ik voel de adrenaline. Ik hoor en zie de pijnkreten en de geur. De geur van het verschroeide vlees, dat ruikt naar gebakken tartaar. En het overtrof al mijn verwachtingen. En daar zit ik dan. 29 jaar, militair operatieassistent, ver van huis in Afghanistan. Waarom wilde ik dit ook alweer doen? Was het de actie, de spanning of het avontuur? Als klein meisje ben ik begonnen met het spelen van ijshockey. Het is niet een alledaagse sport voor een meisje in Nederland. En mijn moeder die zag mij dan ook liever in een roze tutu dan als ijshockeyspeler. En daar kan ik me best iets bij voorstellen. Maar die actie, avontuur en de teamsport, die trokken mij toen al. Ik wilde mijn mannetje staan als enige meisje tussen de jongens. Jaren later speelde ik op topsportniveau tussen de meiden in het Nederlands vrouwen ijshockeyteam. Eerst als speelster en jaren later als aanvoerster van het team. Heb ik overal ter wereld vele wereldkampioenschappen mogen spelen. En daar ben ik best trots op. En nu? Nu werk ik als militair operatieassistent samen met het operatieteam overal ter wereld, maar bedrijf een andere vorm van topsport. Oorlogschirurgie. En als u denkt, zo'n dag die ik u net schetste, waarop 3 collega's zijn overleden, was helaas dagelijkse kost tijdens deze uitzending. Die dag, die viel me zwaar. Ik kon slecht in slaap komen. De beelden en gedachten lieten me niet los. En onder dit uniform zit dan ook een kwetsbaar mens, een vrouw en inmiddels ook een moeder. Wie ook over een behoorlijke portie veerkracht mag beschikken, dat is het thuisfront. Zij hebben immers hun eigen uitzending wanneer ik er niet ben.
Zij missen de speler uit het team en kijken tegen die lege eettafelstoel aan. Als we met elkaar belden, spraken we over koetjes en kalfjes en vooral niet de heftige dingen. Met zo'n afstand tussen elkaar en een vertraging op de lijn kun je elkaar minder goed steunen. Ik mis dan die schouder waarop je even kan uithuilen of die knuffel die je dan net even nodig hebt. En toen mijn man de volgende dag dan ook belde met de vraag, hoe is het? Kon ik deze keer niet antwoorden met, het gaat goed. Ik brak en ik luchtte mijn hart met o zo belangrijke thuisfront. En het hielp mij enorm om weer door te kunnen gaan. Mijn collega Hester en ik waren er voor elkaar tijdens de uitzending. We sportten veel samen om ons hoofd leeg te maken. We maakten immers hetzelfde mee. Tijdens deze uitzending is zij dan ook mijn buddy for life geworden. En één blik is meer dan genoeg. En dat is o zo handig op de operatiekamer. Dan zien we ook alleen maar dit. Heftige ervaringen en situaties schreef ik van mij af in mijn dagboek. Dat werd jaren later de basis voor mijn boek. Mijn idee was om hem af te hebben voordat de tweede werd geboren. Maar dat heb ik net niet gehaald. Toen mijn boek uitkwam was de jongste inmiddels al 4 jaar oud. Mijn pieper gaat af. Over 30 minuten landt de helikopter. En ik sta klaar op het moment dat Amerikaanse militairen het ziekenhuis worden binnengereden. Deze mannen zijn al meerdere keren tijdens hun patrouilles over dezelfde weg heen gereden. Maar deze laatste keer gaat het verschrikkelijk mis. Een explosie zorgt ervoor dat één collega in het veld al is overleden. De andere collega heeft alleen maar een gebroken enkel. En de laatste die wordt binnengebracht, daarbij hangt zijn onderbeen nog letterlijk aan een draadje. Het gaat goed hoor met mij, alleen mijn voet is ervan afgeblazen, roept Sergeant Steve bij binnenkomst. Het is voor mij een vreemde situatie. De meeste patiënten die hier binnenkomen, die zeggen meestal niet zoveel. Ze zijn veelal bewusteloos in shock of worden al gereanimeerd. Ik heb het idee dat hij helemaal niet doorheeft dat het over hemzelf gaat. Maar hij blijkt ambulanceverpleegkundige te zijn geweest en dat verklaart een hoop. Als hij de operatiekamer wordt opgereden, wil hij ook van alles weten voor hij onder narcose gaat. Tot hoever halen jullie mijn been eraf? En kan ik wel weer hardlopen met zo'n prothese? En zouden jullie ook foto's willen maken van de operatie? Ik vind het een bijzondere situatie. En dan kijkt Steve mij aan. En wie ben jij? En wat is jouw functie? Ik ben Mike en ik help de chirurg zo mee met opereren. Ik vind het zo bijzonder en enorm indrukwekkend dat hij nu op dit moment deze vragen stelt. Zijn wil om te overleven is zo sterk, ik kan het voelen in alles wat hij zegt. Hij is al een stap verder in zijn gedachtegang. Na de operatie wil Steve graag dat iedereen iets op zijn deken voor hem wil schrijven. Maar wat schrijf ik nou op voor iemand die nog vol in het leven staat en zojuist zijn onderbeen is verloren? Break a leg en zet je beste beentje voor, schieten door mijn hoofd. En als ik bij Steve aankom, ligt hij te slapen. En dat vind ik eigenlijk wel fijn, want ik weet werkelijk waar niet wat ik nu tegen hem kan zeggen. Ik ben meestal rap van tong, maar nu echt even niet. Ik lees de teksten die mijn voorganger zal hebben opgeschreven. Word snel beter. En ik hoop dat het je lukt om in de toekomst weer te kunnen hardlopen. Het gaat je goed. Groeten, Maaike. Nederlandse operatieassistent. Sergeant Steve zou ergens gedurende zijn herstel uit naam van de president van de Verenigde Staten het Purple Heart ontvangen.
In Nederland hebben wij een soort gelijk onderscheiding. Het draaginsigne gewonden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer ik Sergeant Steve als deelnemer terug zou zien aan de Invictus Games. Het internationale topsportevenement voor gewond geraakte militairen. Vulneratus nec victus betekent gewond maar niet verslagen. En dit staat op het Nederlands insigne. Steve was duidelijk niet verslagen. De Invictus Games die worden volgend jaar mei in Den Haag georganiseerd. En hoe mooi is dat? Voor velen van hen zijn de Invictus Games een nieuw doel. Een moment waarop ze kunnen laten zien en ervaren dat ze weer sportmensen zijn. En dit is waarom ik doe wat ik doe. Het onmogelijke proberen mogelijk te maken voor diegene die huis en haard verlaat om ergens op de wereld vrede en veiligheid te brengen. Op het beret-embleem van de geneeskundige troepen, op mijn beret-embleem, staat Eripiendo Victoriae Prosum. Al helpende dien ik de overwinning. En dat is op vele manieren in te vullen. We zetten altijd alles op alles om de patiënt te redden. En soms betekent dat iemand op tijd thuis krijgen om daar te kunnen sterven. In het bijzijn van hun familie en vrienden. En daar stond ik. Een half jaar na mijn uitzending. In het museum in Japan. Terug te denken aan het horloge van de jonge militair Mike, die in Afghanistan stierf. En het raakt me nog steeds. Maar ik ben ook dankbaar dat ik hier in Japan sta en dat ik van het leven mag genieten. Door te praten, te schrijven, te sporten, humor te gebruiken en te relativeren, heb ik de veerkracht gevonden mijn mooie werk te kunnen doen. En sta ik met beide benen op de grond.